Skyline TV Nieuws van dinsdag 6 januari. Met vandaag recordomzet Sligro Food Group. Inbrekers zijn in de nacht van zondag op maandag binnengedrongen bij zorgcentrum Nieuwehoeve in Schaik. Dat gebeurde tussen 12 en half 2. De inbrekers kwamen binnen door een raam open te breken, waarna ze alle kantoren en kluisjes doorzochten. De politie onderzoekt de inbraak. De brandweer van Uden rukte dinsdagmiddag uit naar het retraitehuis in Uden vanwege een brandje in de machinekamer van het verzorgingstehuis. Door de brand viel de stroom in het gedeelte van het gebouw uit, waardoor een persoon in de lift opgesloten werd, maar door de brandweer werd bevrijd. Uit voorzorg was er ook een ambulance naar het retraitehuis gekomen, maar deze bleek niet nodig te zijn. En de gemeente Uden krijgt hulp van de buurgemeente Landert om de noodlokalen die nu nog bij de oude locatie van de basisschool De Wizard in Zeeland staan, kunnen worden gebruikt als tijdelijk opvang voor de scholen De Brink en Jan Bluissen. Wethouder Hans Verrijken van Landert heeft dat aan het college van Uden laten weten. De wethouder weet niet of Uden de noodlokalen ook daadwerkelijk gaat overnemen. Maandag waren de leerlingen van de basisschool De Brink en Jan Bluissen voor het eerst in hun tijdelijk onderkomen. De 350 kinderen gingen met hun ouders verspreid naar De Leeuwerik, De Meent, Marimba en De Tandem. Dit is dus een tijdelijke oplossing. De eerste noodzaak was inderdaad de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen garanderen. En dat betekende dat we heel snel geschakeld hebben in het weekend al, meteen na nieuwjaar en het weekend wat erop volgde, door 4 onderwijsplekken beschikbaar te stellen. In principe voor een week of 4, 5, om in alle rust te kijken of er in de wijk mogelijkheden zijn om een tijdelijke huisvesting te gaan neerzetten. Zoals iedereen bekend is, ondertussen zijn de scholen totaal verwoest. Ja. Dus dat betekent dat ook binnenkort met de sloop wordt begonnen en dat alles ook opgeruimd zal zijn. En een goede beslissing te nemen wat er voor de toekomst nodig is voor het onderwijs, voor de kinderen van het basisonderwijs in de wijk Sochel, willen we daar de tijd voor nemen. En dat betekent dat we gedurende een jaar of 2 een tijdelijke huisvesting in de wijk gaan huisvesten. Okay. Waar kinderen ook op loopafstand weer naar school kunnen. Over een paar weken gaan de kinderen weer gewoon in hun eigen wijk naar school. De omzet van Sligro Food Group vorig jaar beliep over de 2,5 miljard. Een toename van 3% ten opzichte van de omzet in 2013. Aan de Nistelroosje baan in Schaik is maandag een caravan uitgebrand. De brand werd ontdekt door de boswachter. Volgens hem werd de caravan bewoond door een dakloze man. De brandweer werd gewaarschuwd nadat er een grote pluim zwarte rook uit de bossen kwam. De toegesnelde brandweerlieden konden het vuur doven, maar niet voorkomen dat de caravan tot de grond toe afbrandde. Het vuur zou zijn ontstaan in een kachel. De politie zoekt uit waar de dakloze is en hoe de caravan in de bossen terecht kwam. De speciale vuurwerklijn van de gemeente Uden leverde tussen 20 december en 1 januari 97 meldingen op. Er zijn 33 jongeren doorverwezen naar bureau Halt voor een taakstraf en er zijn 16 mensen bekeurd. Bovendien zijn er 555 stuks illegaal vuurwerk in beslag genomen. En tot zover weer ons journaal voor deze dinsdag. Deze uitzending wordt herhaald tot morgenavond 6 uur. En om 7 uur hebben we gewoon weer een nieuwe uitzending. Ik wens je nog een fijne dag.